Oh ja, ik kan wel zeggen van wow, vet. Maar als je de serie hebt gezien, dan vind je het nog vetter. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Planet Coaster. We gaan dit keer weer een kijkje nemen in de workshop. En daarbij heb ik dit fantastische pretpark gedownload, The Walking Dead. Helemaal gebaseerd op de serie die ik al bijna 7 à 8 jaar volg. Dus dat is echt ongelooflijk. Ja, dit jaar 7 jaar eigenlijk. Het begon in 2010. En dit is dus een achtbaanrit door verschillende scènes van de serie. Dus ben jij een Walking Dead fan? Heel goed. Je ziet ook twee foto's achter me hangen van The Walking Dead. Al vele video's hangen die posters daar. Niet voor niets een fan van The Walking Dead. Ik heb Funko Pops, van alles eigenlijk. En ik zal voornamelijk oh mijn god zeggen in deze aflevering. Want ik zal heel veel leuke dingen herkennen van die serie. En ik hoop jullie ook. Voor de mensen die niet weten wat The Walking Dead is. Betekent op zijn Nederlands de lopende doden. En het is gewoon een soort van drama horror serie. Speelt zich af terwijl er een zombievirus uitbreekt en mensen worden gebeten en daarmee word je geïnfecteerd en word je dus een walker, oftewel een zombie. En ze gebruiken het woord zombie niet, ze gebruiken meestal walker of een biter of noem maar op eigenlijk. Ze hebben heel veel benamingen voor zombies, maar het woord zombie wordt nooit echt gebruikt en daarom heet de serie ook De Lopende Doden of The Walking Dead, weet je wel. En ja, dit is echt een park met zoveel details. Het is volgens mij één achtbaan. Ik mag niet oordelen, want ik ken het hele park niet. Ik heb twee dingetjes gezien dat ik dacht van, oh, dit is echt niet normaal. Dit is intens. Dit is cool. Dus laten we gelijk beginnen. Dit is dus het logo. En leuk is dat hij zelf dus een soort van zombies heeft, of nou ja, walkers heeft gecreëerd. En dat heeft hij gemaakt door zeg maar 417 objecten. Dit zijn 417 objecten. Ik weet niet hoe hij dit heeft gemaakt, maar ik zal even kijken hoe hij zo'n walker heeft opgebouwd, want het is echt belachelijk. Volgens mij is dit dan een icicle. Ik weet niet wat het precies voor object is. Het is een punt. Dat is dus de hoofd. En dit is dus een jelly bean, gekleurde jelly bean. Dan heeft hij nog een gingerbread heeft hij gebruikt. En zo heeft hij heel dit figuurtje opgebouwd uit allemaal kleine stukjes. En daarmee heeft hij dus allemaal zombies neergezet op deze manier. Het is echt ongelooflijk. Hier zien we ook een legertank. En ook die legertank, dit zijn 714 objecten. Het is ongelooflijk hoe die allemaal kleine objectjes heeft gebruikt. En daarmee maakt hij dus grote objecten. Dus dat is echt heel mooi gedaan. Ik hoop dat mijn beeld allemaal vloeiend loopt, want het is echt zo'n gedetailleerd park dat het gewoon een beetje veel kracht kost van mijn PC. Maar laten we binnenkijken. Dit is de Harrison Memorial Hospital. Nou, dit is in ieder geval waar de serie een klein beetje begint. Ik zal niet echt spoilers gaan geven natuurlijk, maar dit is gewoon een compleet ziekenhuis dat hij heeft gemaakt. En ik denk dat dit ook gelijk de ingang is van de achtbaan. Laat ik even omhoog gaan. En als het goed is, hier lopen dan al van die zombies. Dan zullen we ook de kamer vinden van Rick Grimes. En oh jee, dit is echt heel vet gedaan. Maar dit is dus een, het lijkt een beetje op een ondergronds metrostation. Maar hier komt de achtbaan dus langs. Ik weet dan niet of dit gelijk de ingang is van de achtbaan. Ik denk het niet. Nee, dit is niet de ingang. Wow, kijk nou, je begint eigenlijk bij het ziekenhuis. Dit ziet er echt ongelooflijk uit. Maar ja, zodra natuurlijk een zombievirus uitbreekt in een stad, dan wordt alles verlaten. Weet je wel, er wordt niks meer gedaan aan de beplanting. Of in ieder geval, hè, alles gaat ondergroeien onder het mos en onder de onkruid. Oh, dit is vet. Dit is natuurlijk de kamer van Rick Grimes, waar hij dus ontwaakt eigenlijk. Maar hij heeft een heel bed gemaakt. Heel vet. Jeetje, joh, ik ga even verkeerd door de wachtrij, maar even kijken. Oh, je komt dan hieruit. Ja, ik zie het al. Ja, oké, ik moest hier dus om de hoek en ik ging daar naar beneden. Maar je moet dus eigenlijk zo lopen dat je langs de kamer komt van Rick. Laten we gewoon eerst de attractie doen. En daarna gaan we gewoon kijken hoe het park er verder uitziet. Oké, dit is dus de wachtrij en exit. Daar gaan we dus eruit. Oh, kijk nou. Dit is super vet. Hij heeft dus van die deuren gemaakt waarvan die zombies hun hand uitsteken. Heeft hij waarschijnlijk gemaakt met allemaal standbeelden in elkaar zoals je ziet. Ja, dit is echt klasse. Dit is heel creatief. Ik hou hiervan als mensen zo creatief zijn en die maken dan zoiets als dit. Oké, ik laat hem testen. Dat betekent dat we gaan vertrekken. Ik zal proberen om niet zoveel oh my god te zeggen. Maar ik zal wel mijn ogen gaan uitkijken hoe bijzonder dit is gemaakt.
Ja, en als je natuurlijk ook de serie hebt gezien, dan zal dit nog vetter zijn om dit even te bekijken. Sowieso ziet het er heel goed uit. Don't open that inside. Of don't that open inside. Heel veel grapjes zijn erover gemaakt. Maar je moet dat natuurlijk verdelen. Oh, we gaan ineens achteruit. Oké, dat is heel apart gedaan. Dat had ik niet verwacht. En terug aangekomen gaan we weer vooruit. Oké, ik weet niet of dat erin hoort. Ik denk het wel. Dan gaan we in één keer recht vooruit. Oh, kijk al die zombies. Dat is heel vet. Komen we buiten aan. Oh, kijk die. Ja. Oh ja, ik kan wel zeggen van wow, vet. Maar als je de serie hebt gezien, dan vind je het nog vetter, weet je. Dat is nou eenmaal als er natuurlijk iets gebaseerd is op een bepaalde film. Of op een bepaalde serie. In dit geval een serie. Dan is dat super vet om te zien. Maar Rick komt eigenlijk buiten. En buiten dat ziekenhuis ziet hij allemaal van die zakken liggen waar lijken in zitten. Met allemaal vliegjes. God save us. Nou, dan gaan we in ieder geval... Natuurlijk gaat Rick door Atlanta. Dit is dan Atlanta. En dan zie je aan de linkerkant, op die poster achter me, zie je dat ook. Dan aan de linkerkant zie je ook een vliegtuig, helemaal in de prak. En een metro, helemaal ontspoord. Allemaal auto's met een file. Gaan we naar Noord-Atlanta. Kijk eens even, dit is heel vet gedaan. Wat staat daarop? Dwayne turned. Oh ja, Dwayne is veranderd in een zombie. Dat was weer een zoontje van... Ach ja, dat is een heel triest verhaal. Ik ga er niet veel over zeggen. Oh ja, en Rick Grimes die staat op die tank. Ja. Oh, dat is bijna aan het einde van aflevering 1 natuurlijk. Ja, ga eigenlijk aan het einde van aflevering 1. Dan staat hij dus op de tank. En dan allemaal zombies die wachten hem op. Kijk, hier op het dak. Ja, op het dak natuurlijk. Ik zit nu allemaal dingen te zeggen. En dan denken jullie van, ja, leuk voor je. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, logisch ook. Maar op het dak moesten een paar gasten gered worden. En er zat ook iemand vast met Merle. Die zat vast met zijn handboeien. Ja, je denkt van boeiend. Ja, maar hij zat toch vast. We gaan weer door een grot heen. En dan komen we bij een volgende scène uit, denk ik. En gaan we dan naar de boerderij toe. Oh, natuurlijk niet. Deel met zijn camper en... Hier ontmoet hij natuurlijk Carl, zijn zoontje. Rick ontmoet Carl. En Carl is zijn zoontje ook met zijn vrouw Lori. En hier zijn ze dan aan het, je zal zeggen een beetje picknicken. Maar hier altijd gaat het over overleven. Dus dit is eigenlijk het kamp waar dus een kleine community is opgebouwd. En waar ze dus verder leven en continu van plek naar plek gaan om dus te overleven. En dan ga je natuurlijk aan het eind van seizoen 1, kom je uit bij... een soort van laboratorium. En daar zou dan de oplossing zijn van het virus. Maar die dokter blijkt dus het allemaal verkeerd te hebben. En dat hij gewoon eigenlijk zelfmoord wil plegen. En dat hij zichzelf wil opblazen samen met dat hele laboratorium. Daarom zag je net de explosies. Nou, dan gaan we eigenlijk door. Ik hoop dat we dadelijk in seizoen 2 komen bij een boerderij terecht. Ik hoop ook zo erg dat we dus de farm gaan zien van... Och, ben ik nu de naam kwijt. Kom op, ik moet de naam weten... De opa Herschel, natuurlijk, de opa Herschel. We gaan het skippen, we gaan gelijk naar de gevangenis. Die komen we tegen in seizoen 3. En dan gaan we naar C-Block. Kijk eens hoe vet dit eruit ziet. Ongelooflijk, dit is echt absurd vet gedaan. Ik meen het echt oprecht. Dit is een van de mooiste projecten die ik weer heb gezien. En ik weet dat ik dat vaak zeg bij projecten die we doen met een workshop. Maar dit is echt heerlijk gedaan. Zoveel details. We gaan naar beneden. En dan gaan we uit de gevangenis. Echt jammer dat we die boerderij niet hebben gezien. Misschien dat hij die wel ergens heeft gebouwd. Maar we komen aan bij het ziekenhuis. En was dit al... Dit was de attractie al. Dit was heel vet. Echt mijn grote complimenten. Ongelooflijk wat hij hier heeft gemaakt. Het is echt absurd. Maar nu gaan we even buiten kijken. Want ik ben heel benieuwd hoe is dit allemaal opgebouwd. Laat ik even uitzoomen. Dit is dus het hele project. Nou, je ziet dan de gevangenis. Die was echt heel mooi gedaan. En hier ook allemaal zombies, ook aan de achterkant. Die zie je dus niet vanuit de achtbaan, maar die kunnen we nu wel zien. Allemaal zombies. En dit zijn eigenlijk, heeft hij dit gedaan in groepen. Nou, en al die groepen heeft hij gewoon geplakt en bij elkaar gezet. Want om dat allemaal stap voor stap te bouwen, dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon niet te doen. Nou, hier staan ook zoveel zombies. En wat heeft hij hier gemaakt? Wat zijn het eigenlijk? Even kijken. Dit zijn ook touwen. En dit is dan een soort van hekwerk, geloof ik, heeft hij zo gemaakt. Oké, daar gaat dus de achtbaan doorheen. Wat hebben we hier dan? Dit was eigenlijk het begin. Het ziekenhuis is eigenlijk gewoon de hoofdingang van de attractie. Oké, en wat hebben we hier dan? Hier hebben we een soort van, ik denk dat dit een soort van tunnel is. Of in ieder geval het leger zit hier ook bij. En hier komen we dan in Atlanta. En kijk ook even met hotel hoe dit gedetailleerd allemaal is, joh. Het is echt bizar hoeveel tijd hij erin heeft gestoken. Helikopters ook.
Nou, dit zijn ook 125 objecten bij elkaar. Kijk ook even naar die barakken hier zo, die heeft neergezet. En je ziet ook een tank natuurlijk. En hier nog een auto. Die auto's zitten niet zelf in het spel. Dit zijn ook gewoon bijna 2000 objecten. Ik ga dadelijk natuurlijk meestal op het einde van zo'n map die we hebben gedaan, ga ik even kijken. Hier staat Rick Grimes. En Rick Grimes kan je altijd herkennen aan die cowboyhoed. Dus dat heeft hij heel vet gedaan. En hier wordt hij gered door Glenn. En Glenn die is met de walkie-talkie. Je moet gewoon de serie gaan kijken. Het is al een 16-plus serie. Er zitten heel veel smerige momentjes in. Er zit ook een beetje bloederig. Een beetje gore. Hè, smerige dingetjes in. Dus kijken op eigen risico. Zo zeg ik het maar eventjes. Nou, hier zien we nog wat een hele kapotte wegdek. En ook die auto's. Dat vind ik leuk. Die auto's zijn zeg allemaal losse objecten. Eigenlijk wil ik die auto's gaan downloaden om dus te gebruiken voor mijn nieuwe map. Want ik wil natuurlijk een nieuwe map gaan maken. En ik ben een soort van, ja, andere mappen aan het bekijken voor inspiratie. Maar door die inspiratie kan ik dus misschien wel een hele vette map gaan bouwen. Maar ik denk dat als ik een parkeerplaats maak, dat ik dan eigenlijk, dat wil ik in principe wel gaan doen. Dat lijkt me wel heel vet. Dat ik in ieder geval wel wat autootjes erop kan plaatsen. Dat lijkt me ook heel bijzonder. Ja. Maar nou, hebben we hier gevangenis dan? Dat hebben we al gezien. En hierachter hebben we nog een stukje van Atlanta. Dit is trouwens ook heel bijzonder. Moet je kijken. Hoe heeft hij dit in vredesnaam gemaakt? Ik ga eens kijken. Dit is dan een soort van, jeetje, moet je kijken. Dit is echt niet normaal veel werk. Dit is echt, ik wil even dat ding even kapot maken om te kijken wat er allemaal in zit. Allemaal rode vlekken, dat is dan een soort bloed. En heeft hij allemaal witte laagjes, lijken net kleine rotjes bedekt met sneeuw. En heeft hij al twee van die touwen doorheen gedaan. Dit is echt niet normaal van die ropes. Echt, dit is toch niet gezond, moet je kijken. Van die brancards heeft hij neergezet. En een ziekenwagen heeft hij gebouwd. En hier ook nog. En er horen eigenlijk nog van die vliegjes bij te zweven. Ja, echt, wat een werk dit. Laat gewoon even een mooi groot duimpje achter voor dit ongelofelijke megaproject. Want het is echt bijzonder hoe iemand dit in elkaar kan zetten. Kijk ook even al dat afval. Dat heeft hij gewoon hier laten dumpen of zo. Hij heeft gewoon mensen hier een park in laten gaan. En heeft hij geen prullenbakken neergezet. Dat mensen gewoon dingen gingen kopen. Zodat de mensen ook hun afval gingen gooien. Omdat natuurlijk een verlaten stad moet er een beetje vies uitzien. En daarom heeft hij hier die mensen gewoon laten lopen. En al het afval heeft hij dus op de mensen op de grond laten gooien. Dus dat is echt heel goed gedaan. Echt. Ik zit gewoon echt te genieten nu. Dat snap je wel. Ongelooflijk. Heerlijk om dit te zien. Ja, fantastisch. Ik wil er eigenlijk voor gaan klappen. Want, wauw. Prachtig. Mensen, tot de volgende keer bij een nieuw pretpark die we gaan bezoeken. Een nieuw item en tot de volgende keer. Doei doei.